En we zijn live. Yo, welkom allemaal bij het laatste woord. Dit is aflevering 12. Mijn naam is Thijs. Ik word deze keer weer vergezeld door Jules. Hallo daar. Hallo Jules. Hallo En Thijs. Kevin is nog steeds ziek, dus we hebben een vervanger voor Kevin en dat is David. Hoi Ja, David. hallo David. Hoi David. Hallo. Hoe is het Welkom. met jullie jongens? Met David zullen we daarmee beginnen? Prima. Ja, want Zeker. je vertelde voordat we begonnen, zei je, ik heb speciaal hiervoor mijn wekker gezet. Ja, Want in het normaal had je weekend. niet nog geslapen om deze tijd. In het weekend slaap ik altijd heel lang uit, normaal gesproken. Oké. Je hebt niet geen feesten gehad of dingen, want jij bent natuurlijk wel het feestbeest van de redactie. Ja, dat zegt iedereen altijd, maar ik ben gewoon heel het weekend thuis gebleven. Bij je ouders thuis, toch? Ja, precies. Ja, oké. En dan nog moet ik mijn wekker zetten. Jezus. Wauw. En dan, maar ik vind het wel, het toont wel heel veel toewijding, vind ik. Ik heb geen wekker gezet. Ik dacht, ik laat het maar gebeuren. Ik kijk wel wanneer ik wakker word. Ja, ik had ook vanuit mijn bed mee kunnen doen. Ja, gewoon Dat is ook wel liggend, cool gewoon op je geweest. telefoon. Dat wil ik eigenlijk ook Ja. nog wel een keer doen. Dat ik gewoon ergens buiten ga zitten en dan de wifi van de Starbucks lenen of zo. En dat ik dan gewoon op het terras dit ga doen. Lijkt Zou me een wel een keertje goed idee. Ja, kan toch? wel een keertje kunnen, ja. Van de zomer gaan we dat een keer doen. Ja. Zijn we allemaal ergens buiten? En dan elkaar gaan zoeken. Ja, door elkaar gaan zoeken, ja, inderdaad. Volgens mij kun je met de 3G red je ook best wel aardig. Ja, Maar dat volgens klopt. mij werkt dat best wel goed. Als je 4G hebt, dan vliegt dat echt zo doorheen, joh. Ja, heb jij 4G? Ja, het is echt na 2 weken zit ik over mijn datalimiet van 1,5 gigabyte. Ja? En ik doe niks geks. Echt waar? Maar je hebt niet allemaal dingen aanstaan of zo. Want dat heb ik dan meestal als het Nee, ja, snel zo min doorheen gaat. mogelijk. Ja, wat is zo min mogelijk? Is het alleen WhatsApp af en toe even een website checken of nu.nl of is het ook Ja, nog het is gewoon alle Spotify of zo? standaard dingen. Facebook, WhatsApp, internet. Internet in het algemeen. Ja. 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 Maar Facebook hapt Ja, altijd wel veel weg. dat zijn veel foto's natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik dan in de trein me verveel of zo. En dan ga ik gewoon plaatjes kijken. Gewoon grappige plaatjes. En dan krijg je halverwege ineens een Nijmegen. sms'je van: hé, je bundel is op. Dan merk je pas eigenlijk hoeveel je internet verbruikt aan echt bullshit. Nee, maar En dat wordt. jij vindt ook echt de meest geniale dingen soms. Je komt soms met rare filmpjes, rare plaatjes aan. Ik denk, hoe kom je eraan? Ja, ik heb wel een soort collectie opgebouwd van dingen die ik op een gegeven moment goed kan gebruiken. Van, nou, dit is wel een goed moment om dit plaatje van een half man, half meeuw in te zetten. Van een meeuw met mensenarmen. Dat is een goed plaatje. Oh ja, die. Ja. Nou, De ik meest kan. foute forums. Ja, nou Ja, ja, dat komt gewoon naar mij toe. Dat gevoel heb ik niet hoor. of die Dat film kan is ik heel hard zoeken. van Dog Disco, die vond ik geweldig. En Oh ja, Dog Disco, dat is een goeie, ja. je hebt ook een eendenmodeshow gehad of Ja, zo. in de modeshow, ja. Ik heb Volgens al die mij, filmpjes niet gezien hoor. er was ook een keer, hadden we een vergadering met de hele redactie. En toen ging ik ook YouTube-video's laten zien op het grote scherm. En toen had ik ook die video van dat je hoe je moet tongzoenen met je hand. Oh, Met die. ja. Die heb ik wel gezien. Ja, natuurlijk heb jij die gezien. Dat is inderdaad echt een hele goede echo. Iedereen lag ook echt in de deuk van hoe verschrikkelijk ranzig dat was. Dat is een goede video voor de kijkers nu ook. Of voor de luisteraars. French Kissing for Dogs heet die volgens mij. Het is gewoon 1,5 minuut mensen die met een hond aan de tong kunnen zijn. Heerlijk. Oh, Maar videogames, jongens, daarvoor zijn we hier. Oh ja, videogames. We hebben allemaal wat gespeeld, denk ik al, sinds de vorige keer. Zeker. Ja. Met wie zullen we beginnen? David, jij bent de gast. Ja, dat is wel zo netjes. Dat is wel zo netjes eigenlijk, hè? Ja, ik heb deze week. Ik speel elke week speel ik gewoon standaard speel ik PES. Ja, Zal dat jullie is niet zo Pro wel Evolution Soccer interesseren? voor de niet-ingewijden. Jullie spelen geen voetbalgames, toch? Nee. FIFA. Dus speel ik al af en toe. Nu al een hele tijd niet meer, maar Nou wel een ja. tijdje vaak wel gedaan. Het probleem is dus dit jaar dat PES echt afschuwelijk is en ik weiger om over te stappen naar FIFA. Dus ik ben weer gewoon die oude PES gaan spelen van vorig jaar. En het is grappig om te zien dat de hele community nog steeds bij die oude PES is gebleven online.
Het is daar drukker dan bij de nieuwe, wil je zeggen? Ja. En het niveau ligt stukken hoger. Wat is het verschil dan aan die, tussen die twee PES's? Die van dit jaar en die van vorig jaar? Waarom is die van vorig jaar beter? Ja. Is het gewoon technisch? Niet af. Niet af, oké. Ik zag ook iets van hebben glitch dingen voorbij komen van de week. Is dat die nieuwste PES? Ja, dat is de nieuwste ook. Oké. Ja, ik weet wat je bedoelt met die Human Centipede plaatjes en zo. Ja, en een hele grote keeper en zo. En, ja. Nee, maar dit jaar hebben ze het gewoon een beetje door de vingers laten glippen. Met PES. Okay. Is het niet per se bij de meeste. Ik koop een voetbalgame, als ik hem al koop, dan is het echt om het jaar. Dan kon ik een jaar ertussen, want ik hoop vaak dat het op volgend jaar waar niet zo heel veel verbeteringen is en zo. Of ja, niet zo heel erg juist, hè? Ik hoop het ook elk jaar opnieuw. Maar als het gewoon niet speelbaar is, dan is het gewoon niet te doen. Nee. Ja. Dus dan ga je maar weer terug naar de oude PES en dan is het daar veel beter. Ja, ze hadden gewoon die oude opnieuw moeten uitbrengen. Ja, maar dat doen ze toch rest, wel elk jaar, volgens mij. Nee, dat is echt niet zo. Oké. Nou ja, PES is toch ook de game die van de twee voetbalgames die niet de officiële namen en dingen zo heeft, toch? En dat vind jij niet storend? Ja, tot op een bepaalde hoogte. Oké. Zijn er gewoon een paar die standaard ontbreken. En dat zijn? Een paar Engelse teams en de Nederlandse competitie zit er dan wel in. Dan heb je de Duitse competitie zit er meestal niet in. Gewoon zulke dingen. Maar dan kan je altijd van die patches downloaden, die zelf installeren. Mm-hmm. Dan heb je alles perfect. Maar dat zijn geen officiële patches. Nee. Okay. Het zijn altijd bepaalde fangroepen die gewoon binnen een paar weken hebben ze altijd alles up-to-date. Shirtjes, logo's, teams. Echt waar? En jij speelde ze op de PC? Nee, op de PS3 gewoon ook. Echt waar? En op de Xbox kan je dat gewoon installeren. Oké, dus dan download je een soort bestand op een of andere fanwebsite. Zit je op een USB-stick of zo en dan... Dat zet je op je PS3 of Xbox. Ja. En... in PES kan je dan die bestandjes selecteren. Oh, best wel vet. Dat zit er altijd al ingebouwd. Dat hebben ze gewoon zo gelaten voor de fans die echte dingen willen hebben ofzo? Of is dat gewoon een deurtje op een keertje hebben laten staan ofzo? Nou, dat zit er gewoon standaard in. Van, ja, je kan data importeren wat je wil. Van gezichten ook en... Het idee is misschien dat je jezelf kan namaken ofzo en dan kun je hem zo importeren, maar... Mensen hebben het zo gedaan dat je ook echt spelers en zo erin kan doen. Oké, okay. Maar dat is wel interessant. Dat die gemeenschap zeg maar zo bestaat. Ja. Maar heb ik Broken Age gespeeld, het nieuwe Tim Schafer game. Mm-hmm. Die adventure game Kickstarter. Ja, het is een Kickstarter game. Hij is voor Kickstarter supporters van de game is die 14e volgens mij uitgekomen. Mm-hmm. En hij komt officieel de 28e uit. Ja. En ja, wat kan ik erover zeggen? Wat kan je erover zeggen? Is het niet part 1? Is het niet het eerste deel nu? Want het is de helft van de game. Het is act 1. Ja. En act 2 komt denk ik over een maand, 2 maanden. En nu kan je ongeveer 4 uurtjes, ben je er wel mee zoet. Oké. En ben jij zo iemand die echt al die oude adventure games ook heeft gespeeld? Al de Monkey Island, de Sam & Max's, de... Ja, mijn favoriete game ever is Monkey Island. De eerste? De tweede. Oké. Okay. Maar eigenlijk allemaal. Mm-hmm. Zeg maar, als je een top 4 hebt, of een top 10, dan zijn de eerste 4 zijn bij mij Monkey Island games. Oké. Okay. Dus niet de Telltale-titels. Niet, hè? Niet die nieuwste versie, die Telltale dingen, special edition van... Ja, die Telltale dingen, die... Die Telltale Monkey Island dan, hè? Is niet specifiek. Ja, die is trouwens op zich nog best wel goed. Met het begin valt hij een beetje tegen, maar uiteindelijk wordt die story-wise wel heel goed. Oké, maar die moeten niet zozeer van de puzzels hebben, bedoel je? Hoe bedoel je? Nou, dat die puzzels niet zo interessant zijn als in die... vorige games? Hoe is dat ook niet? Gewoon grafisch en technisch gezien is het niet zo goed. Oké.
Oh, is dat een beetje diezelfde stijl die ze. Dat hadden ze Back to the Future en zo hadden het ook een beetje. Gewoon dat, ja, precies. En toen zijn ze overgestapt met The Walking Dead naar een iets. Iets unieker, een beetje stripboekachtiger staatje, vind ik. Ja, hoe wil je dat noemen? Ja, cel-shaded. Gewoon minder vrijheid. Heb je ook. Ja, oh ja, wat gewoon. Ja, ja, wat lineairer gewoon. Ja, kleinere omgevingen, minder opties en zo. Ja, ja. Wat, maar heb je trouwens die nieuwe The Walking Dead seizoen 2 gespeeld? Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vond het wel een goed begin. Hoezo? Nou, ik vind het is gewoon precies hetzelfde als het eerst. Ja, maar ja, ik had ook niet anders verwacht eigenlijk. Had jij verwacht van, ze gaan iets anders doen. Want jij hebt ook die Wolf Among Us gespeeld, toch? Ja, klopt. Die heb ik een 7 of zo gegeven. Oké. Okay. Want het is echt precies hetzelfde qua concept als The Walking Dead. Mm-hmm. En ik ben heel bang dat ze zichzelf daarmee in de vinger gaan snijden. Dat ze steeds hetzelfde gaan doen. Want er komt nu ook natuurlijk die Borderlands game. Ja, Game of Thrones. Game of Thrones, ja. Kijk, het verkoopt wel goed, maar... Eigenlijk is het gewoon een heel makkelijk spelletje om te maken. Ja, het is heel, heel rechtlijnig natuurlijk allemaal. Je hebt niet zoveel keuzes, er is niet zoveel... Ja, er zijn niet zoveel mogelijkheden zoals in die oude adventure games natuurlijk. En dat hebben ze natuurlijk ook al heel lang gedaan met Telltale. Want ze hebben echt bijna iedere oude serie hebben ze weer opnieuw gedaan. En dan episodes en allemaal dingen. Dat werkte tot Jurassic Park, denk ik. En toen zei de hele gamegemeenschap massaal van, oké, nu is het niet leuk meer. En toen gingen ze Walking Dead doen. En toen vond iedereen het weer geweldig. En ik denk dat ze gewoon daarmee doorgaan met dat systeem. Totdat ook iedereen weer zegt van, oké, nu hebben we dat alweer gehad. Nou, ik denk dat het wel snel gaat komen, hoor. Want ik heb het zelf nu al een beetje van, ja, mm-hmm. ik heb het al gehad. En, hoe heet die, The Wolf Among Us, zouden ze elke maand een nieuwe episode uitbrengen, maar dat is nu inmiddels alweer 3 maanden later. Mm-hmm. Ja, ze hebben deze week eindelijk een datum gegeven, geloof ik. Ja, precies. Maar die beloftes, die kunnen ze dus nu al niet waarmaken, eigenlijk. Nou ja, dat beloofd wat voor de rest van het seizoen natuurlijk. Ja, precies. Ja, misschien omdat de initiële respons niet zo super positief was ofzo. Of iedereen dacht van, oh, je is helemaal geweldig. Dus dan denk je, oh, misschien eventjes iets anders. Ja, maar als je iets in episodes gaat uitbrengen, dan kan je het eigenlijk niet maken om dan opeens 3 maanden later pas weer iets te gaan uitbrengen. Zeg je dat tegen Valve? Ja, inderdaad. Ik wou net zeggen, ja, Valve doet het natuurlijk net zo, of doet het nog veel, veel, veel erger. Ja, ik las het pas van de week eigenlijk, dus dat eigenlijk episode 3 van Half-Life 2, dat die in december van 2007 moet uitkomen. Dus 2 maanden nadat episode 2 er was. 2 maanden, even kijken. Ja, nee. Dat hele episodes concept, volgens mij werkt het... Ik ken geen game waarbij het echt goed werkt. Ik denk, The Walking Dead doet het wel, maar daar zit ook echt 2,5 maand of zo zit tussen de afleveringen. Hè. Tegen die tijd zit je benen toch alweer een beetje uit. Tenminste, dat heb ik dan wel weer. Ja. Aan de andere kant, ik kijk er wel weer elke keer naar uit. Als ik zo'n aflevering uit heb, dan denk ik van, oh shit, ik wil het volgende. En als dan eindelijk er is, dan is het ook wel weer vet. Maar... Ja, dat ook, met Broken Age heb ik dat nu ook heel erg. Mm-hmm. Het is dan best een lange episode van 4 uur. Ja. En het eindigt dat ook met zo'n fantastische cliffhanger. Dan denk je echt van, hoe de fuck moet ik nog gaan wachten, weet je? Okay. Kan je een beetje vertellen waar het over gaat? Want ik heb die Kickstarter heb ik niet gesteund. Dus ik zit ook niet in die hele die loop van informatie. Want volgens mij, als je geld hebt gedoneerd, dan krijg je... Een documentaire serie krijg je het hele jaar lang door, of 2 jaar lang door of zo? Ja, klopt. Ik heb hem ook niet info en zo. Oké. Maar ik heb hem wel binnengekregen. Oké. Maar even kijken, de game draait om 2 personages met 2 verschillende verhaallijnen. Mm-hmm. Eentje gaat om een meisje die in een dorpje woont, die traditiegetrouw meisjes offeren aan een groot monster dat om de 14 jaar langskomt. Mm-hmm. Dat doen ze om hem blij te houden. En dat meisje die speelt, die wordt dus geofferd. Yeah. En zij denkt van, ja, what the fuck, hoezo? Ik wil niet dood. Ik ga, hoezo vechten we niet gewoon tegen het monster? Ja. Yeah. En aan de andere kant heb je een jongen die in een ruimteschip vastzit. En dat ruimteschip die doet alles voor hem. Die zorgt voor hem en die geeft hem de hele dag taken dat hij
met zijn speelgoedbeesten, dat hij missies moet gaan doen die ze zelf verzint. Dat hij bijvoorbeeld ijs moet gaan eten of zo. En hij wil daar uitbreken omdat hij doorheeft dat het eigenlijk nergens op slaat wat zij doet. Oké. En wat doe je dan in de game zelf als die twee personages? Nou, allebei dus loskomen uit die realiteit waar ze in zitten. Ze willen allebei eigenlijk eruit. Oké. En hoe dat gebeurt op een hele oldschool manier. Gewoon, het is echt gewoon met personages praten en gewoon op dingen klikken. Gewoon super oldschool. Dingen combineren en ja, toepassen, dingen vinden, oké. Okay. Dat klinkt inderdaad wel oldschool, maar hoe bevalt dat dan weer? Als je het echt weer zo'n oldschool game speelt, heb je meteen zoiets van, ah, zo'n warm bad? Of... Nou ja, ik ben het altijd blijven spelen. Hè. Ik heb ook de Duitse games allemaal gespeeld. Ik weet niet of je die kent, Deponia en zo. Ja, ik heb ervan gehoord. In Duitsland is dat genre nog steeds heel populair, geloof ik. Maar, dus ik heb het altijd wel gespeeld, maar Broken Age is, zeg maar, qua production value zo goed, dat je echt denkt van, wauw, weet je wel? Ja, het ziet er echt super mooi uit. En ze hebben ook stemacteurs, Elijah Wood is een van de stemmen, volgens mij. Ja, en dat zorgt er gewoon voor dat je echt gewoon echt achterover kan zitten en gewoon kan genieten, weet je wel. Zonder dat je hoeft na te denken van, oké, wat ga ik nu doen? Moet ik hierop klikken? Je hoeft niet snel te reageren op dingen. Nee, niet. Nee, precies. Maar dat aan de ene kant is het wel fijn, maar aan de andere kant hebben ze zich wel een beetje beperkt met die vrijheid, zeg maar. Je kan niet op alles 100 keer gaan klikken. Het zijn maar een paar dingen in het scherm altijd waar heel duidelijk van is dat je daarop kan klikken. Oké. Dus het is niet echt dat je in één omgeving echt alles pixel voor pixel zo langs gaat om te kijken wat voor reactie je krijgt als je daarop klikt en zo. Nee, niet, maar je merkt ook heel erg aan het begin dat ze je heel erg bij het handje pakken, weet je wel, van het is niet moeilijk, maar ik hoop dat ze in Act 2 wel wat moeilijke puzzels erin gaan doen, want ik heb geen één keer gedacht van, what the fuck moet ik doen? Helemaal geen moment van vastzitten eigenlijk, want maar dat is wel wat erbij hoort, toch? Een beetje, dat je af en toe echt zo zit van, ik weet niet wat ik moet doen. Ja. Nu was het gewoon van, ik klik hier, ik klik daar en dan ben ik weer een stukje verder. Ja. Constant voortgang. Ja, het zal ook wel iets te maken hebben met hoe wij als moderne gamers, zeg maar, onze games gewend zijn tegenwoordig. Zeg maar, vastzitten is leuk. Ja. Waar we het net over hadden met Telltale, dat is gewoon het meest extreme van Telltale. Je kan geen eens vastzitten eigenlijk. Nee, of je moet echt op een of andere domme reden echt iets niet zien liggen of zo, weet je wel. Ja. Je echt enorm ergens overheen kijkt. Maar vastzitten is heel erg moeilijk in The Walking Dead. Tenzij je zo'n actiestuk niet redt of zo. Maar het is dus gewoon heel makkelijk. Mm-hmm. Het is makkelijk, maar wel vermakelijk en mooi en leuk en zo. Ultieme point-and-click adventure. Gewoon qua hoe het eruit ziet, hoe ze die voice acting hebben gedaan. Het verhaal is weer echt super grappig. Er zitten personages in die gewoon echt over de top hilarisch. Dus het heeft echt die heerlijke Tim Schafer magie. Ja, precies. Okay. Hij is het gewoon zo goed in. De koning van de Adventure Games. Zou je dat zeggen? Zeker, zeker. Ja? 100%. Okay. Maar dat merk je echt meteen, hoor. Maar die werkte ook niet samen met zo'n kerel waar die vroeger ook mee samenwerkte, dat had ik voor deze game. Dus dat oude duo of zo, dat we nu weer samen zat. Chris Taylor. Ja. Nee. Ik dacht dat we samen dat zouden doen, meen ik, te runnen. Ja, je had Ron Gilbert. Ja. Toch? Maar die heeft niet aan Broken Age meegewerkt, of wel? Nee. Dat was de cave dan weer. Ja. Ja, ze zitten wel een beetje allemaal bij elkaar in de buurt. Ja. Al die mensen van vroeger die ook allemaal Monkey Island en zo hebben gemaakt, die gaan nog steeds met de kont. Dat vind ik wel een fijn idee, weet je wel. Ja, ze kunnen niks beters. Nee, ze kunnen niks beters, maar zo zie ik het niet. Het is meer gewoon van, jullie zijn gewoon zulke goede vrienden. Jullie maken zulke leuke dingen met elkaar. Het is goed dat jullie elkaar nog steeds zien.
Ja, vind ik ook. Ik wel een geruststellend idee. Je ziet inderdaad sinds dat Kickstarter is dat echt al die oude mensen weer een adventure games erop gaan zetten en het gaan proberen. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook wel echt een fantastisch idee. Het is schitterend. Ja. De mensen waar je het voor wil maken, die betalen jou om het daadwerkelijk te maken. En als er nog meer mensen zijn die het aanschaffen, dan maken we ook extra winst. Ja. Het is een goed systeem als het goed werkt. Ja, bij Broken Age zag je natuurlijk wel dat het allemaal wat langer duurde en dat het dan in twee werd opgesplitst. Maar goed. Maar ja, het resultaat mag er zijn. Oké. Okay. Je hebt niet zoiets van, deze game was beter geweest als die niet in tweeën was gedeeld. Nou, die cliffhanger wel. Hij is niet echt in tweeën gedeeld. Het zijn gewoon twee verschillende verhalen. Uh-huh. Maar uiteindelijk hebben die wel heel veel met elkaar te maken. Oké. Ik wil natuurlijk niet gaan spoilen. Nee. Ik ben wel nieuwsgierig geworden nu. Nee, je moet het spelen. Oké, ik ga het waarschijnlijk wel spelen. Het is alleen voor PC en zo, toch? Komt niet uit op andere apparaten. Nee, okay. PC is er alleen nog. Niet alleen OS X, dus dat is wel een beetje jammer. Het komt nog op iOS, Mac en volgens mij is het al voor Mac hoor. Ik keek op Steam net en toen zag ik het al bij staan. Ja? Ja, ja Linux ook. Mocht je dat hebben? Volgens mij heb je gelijk. Volgens mij is hij wel op de Mac. Oké. Nou, ik hou het in de gaten. Kijk, ik heb die Kickstarter niet gebackt, dus ik moet hem gewoon. Ik moet gewoon nog even wachten tot de 28e voordat ik er Rockham kan spelen. Heb je nog meer van dat soort games waar je naar uitkijkt van die je hebt gesteund of nou, je hebt die Kickstarter in ieder geval gevolgd? Nou, er is één andere Kickstarter waar ik echt heel erg naar uitkijk en dat is Star Citizen. Mm-hmm. Ken je dat? Nee. Dat is van Chris Roberts, mm-hmm. De bedenker van Wing Commander en Freelancer. Al die space sim games. Ja. En hij heeft nu een nieuwe Kickstarter al een tijdje, dat is Star Citizen. En daar heeft hij 35 miljoen mee opgehaald. Sorry? Over deze game heb ik wel gehoord inderdaad, ja. Hij heeft er dus 35 miljoen dollar mee opgehaald al. Mm-hmm. En die game die ziet er zo sick uit. Het is dus een space MMO. Ja. En gewoon alles aan die game, gewoon fantastisch. Hoe het eruit ziet en wat je doet is wel, want je bent gewoon een gast met een ruimteschip en je gaat dingen verzamelen of grondstof mijnen. Ja, precies dat. Gewoon, ja. Alles wat je kan bedenken, wat je kan doen, dat kan je doen. Mm-hmm. En daar heb je dan 35 miljoen voor nodig om dat te maken? Nou ja, oorspronkelijk had hij iets van 2 miljoen nodig of zo. Uh-huh. Toen werd hij de volgende dag wakker en toen opeens stond er 35 miljoen op zijn bankrekening. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, het zal niet in één dag zijn gebeurd, nee, maar. Nee, dat is natuurlijk best wel lastig als je zo'n Kickstarter maakt en je krijgt veel meer dan je oorspronkelijk nodig had. Want dan gaan mensen ook veel meer precies verwachten, natuurlijk. Ja. Ja, ik had een idee voor een kleine game. Dat gevoel zou Double Fine ook wel een beetje gehad met Broken Age. Want die hebben natuurlijk ook veel meer gekregen dan ze aanvankelijk vroegen. Voor mij had die, wat had die, 400.000 nodig of zo? Ja, binnen een half uur hadden ze het al binnen. Ja. Echt, binnen het kostleren zat ze ook tegen de 4 miljoen aan. In de miljoenen was het ook, weet je wel. Ja, 3,5 miljoen hebben ze. Heb je 3,5 miljoen, ja, en dan vroeg je maar een fractie van. Daardoor kunnen ze dus al die voice actors en zo. Ja, want oorspronkelijk was dat niet het idee, dat er ook gesproken in werd. Dus, dat kan allemaal tekst gebeuren, volgens mij. Ja. Dat was heel erg oldschool. Ja, nou ja, dat is wat mensen wouden, dat is wel wat voor pitch. Ja, ja. Dus nou ja, oké, Broken Age, Star Citizen. Ja. En PES, dat was het toch? Ja. Nou, Star Citizen nog niet, maar daar kijk je naar uit. Maar ja, ik denk dat die pas in 2015 komt hoor. Oké. Nog een jaartje wachten voordat je die 35 miljoen terugziet. Ja. Hey, Shiel. Hey, Thijs. Jongen, wat heb jij gespeeld? Wat jij hebt gespeeld. Dat heb ik gespeeld. Zijn favoriete game. Na Fable. Na Fable. En dat is. Ik weet het. Ja, ik wacht nu wat is. Ja, ik wacht ook op antwoord. Thief. Thief. Ja. Ik zou zeggen, mijn favoriete game is na Fable, maar ik heb woensdag mogen spelen. Ik heb 5 uurtjes van een nieuwe Thief gespeeld. Mm-hmm.
En daar mag ik niks over zeggen tot de 24e. Okay. Dus ik heb een beetje zitten kijken van wat stond er allemaal in die andere artikelen die we erover hebben. Maar eentje. Maar het zat in de trailers en zo. Maar Thief is echt een belachelijk vette game. Ik heb die vorige drie delen heb ik soms wat langer, soms wat korter gespeeld. Maar nu deze, gezien heb wat ik gespeeld heb, denk ik van wauw, dit wordt echt een game die wat anders doet. Die echt op een bepaalde manier heel erg spannend is. En daar denk ik best wel veel mensen kan aanspreken. Want jij had het net ook al over games dat games nu misschien iets makkelijker worden. En dat je niet meer echt vast komt zitten in een game of zo. Maar hier in Thief is het echt de bedoeling dat je het zo precies mogelijk speelt. Ik bedoel, je wilt als een dief door de city rondlopen. Vind ik helemaal grappig. Iedereen noemt altijd dat die game een naamloze stad heeft. Nee, de naam is gewoon The City. Dus er is maar één stad in die wereld. Ja, en die heet The City. Waarom zou je hem een andere naam geven? Ja, okay. In ieder geval, als je het goed speelt, dan ben je echt gewoon, word je nooit gezien. Mm-hmm. Dus dan moet je echt heel goed gebruik maken van de schaduwen, van je moet licht uitschieten. Want je hebt al waterpijlen voor, wat ik heel erg leuk vind. Mm-hmm. Even kijken. Je kan ook gewoon bijvoorbeeld heel veel lichtschakelaars kun je uitzetten. En dan kun je nog mensen eigenlijk gewoon bewusteloos slaan als je wil. Je kan ze ook doodmaken, maar dat doe je liever niet natuurlijk. Ze hebben toch die speciale modus, hoe heet dat, de Iron Man modus? Die nul keer gezien mag worden, gewoon het hele spel. Oh. Nee, dat hebben ze niet. Ze hebben, wat dat ze wel hebben, ja, die zag ik in ieder geval niet bij de moeilijkheden staan. Niet moeilijkheidsgraden staan. Maar wat ze wel hebben, je kunt jezelf je moeilijkheidsgraad aanpassen. Mm-hmm. Je kunt daar een lijst van 15, 20 dingen of zo kun je allemaal aangeven. Want dan kun je wel of niet. Dus nooit gezien mogen worden, fijn, aanzetten. Ik wil nooit gezien worden en als ik wel gezien word, ben direct einde verhaal overnieuw moeten beginnen. Of geen checkpoints, of je hebt geen visual cues, van hier moet je naartoe, of dat moet je gebruiken. Dat soort dingen kun je allemaal aanzetten. Dus je kunt hem zo hardcore mogelijk maken als je wil. En dat is wel een heel tof. Ja, dat klinkt best wel goed. Hè? Dat is wel. Ik zou wel willen dat meer games dat zouden hebben. Dat je gewoon kon zeggen van, oké, dit wil ik wel hebben, maar dit niet. Ja, dat hebben ze toch ook met Hitman deze week aangekondigd. Dat ze eindelijk weer gaan doen dat je niet kan zweven tijdens een missie. Zweven? Zeven. Zeven. Fuck, de missies zijn zo makkelijk. Je zweeft gewoon over iedereen heen. Heb je dat nooit gehad? Dat zijn die oude Prince of Persia en Assassin's Creed games. Nou, als je dan de debug versie binnenkreeg om te testen. Uh-huh. Als je dan op alle knopjes kon drukken, dan kon je altijd zweven met die mannetjes. Dat weet ik niet. Dan kon je gewoon zonder je paard kon je in één keer gewoon heel de wereld doorzweven. Nou, dat is cool. Oh, de Superman mod. Ja. Maar oké, je kan niet meer zweven en zeven. Maar even terug naar Thief dan weer. Hm? Even terug naar Thief. Jij hebt nog veel, maar je mag er niets over zeggen. Maar je hebt heel veel opties en het is cool. En dat was het wel, of niet? Nou, kijk, wat ik wel kan zeggen is ze gaan ook wel een beetje meer terug naar Thief 2. Mm-hmm. Rond deel 1, The Dark Project, had je nog wel bovennatuurlijke dingen. Liep je voor mij tweede level loop je rond. Kom je allemaal zombies tegen en rare monsters en zo. Mm-hmm. En terwijl in Thief 2 was het veel meer gericht op gewoon echt sluipen en mensen te slim af zijn en zo. Dus daar is de aandacht ook meer op gezet. Dat je meer dat idee van ik moet zo stil mogelijk zijn en iedereen slim voorbij komen en overal mijn dingetjes vinden en iedereen gewoon helemaal leeg jatten. Stelen. Echt gewoon de dief uithangen. En dat is echt lastig hoor. Ik zeg dit ding wel. Ik heb een van de eerste missies die ik heb gespeeld, heb ik een half uur over gedaan. Heel precies ben ik geweest. Ik heb echt overal gekeken van waar kan ik iets jatten. En aan het einde van het level kreeg je zo'n score. En dan stond er, was het ook weer 68%. Ik denk, wauw. Nice. Ja, dus je hebt eigenlijk nog best veel gemist eigenlijk. Ja. Hoe is trouwens die voice actor die nu Garrett inspreekt? Heb je er iets van meegekregen? Want ze hebben die oude uit Thief 1, 2 en 3 hebben ze weggedaan, toch? Dat klopt, en daar zijn heel veel fans helemaal niet blij mee geweest. Die hebben echt
zitten schreeuwen. En de petities hebben ze ondertekend van, we willen hem terug. Maar het de studio daarachter, Eidos Montreal, die had die acteur niet meer opgeroepen, omdat ze ook een acteur nodig hadden die ook alle motion capture en zo kon doen. Dus dat hij naast zijn vocale optreden ook gewoon dat lichamelijke optreden kon doen. Dus daarom hebben ze een nieuwe. Maar dit is toch een first person game, of niet? Ja. Okay. Ja, dus alleen op een paar momenten is hij maar third person als je aan het klimmen bent. Dus niet echt, je rent vaak ergens op af en dan spring je en sla je je claw ergens in en dan kom je weer naar boven. Dat gebeurt allemaal in first person. Maar in third person is het als je echt tegen muren opklimt en zo, dus en langs pijpen gaat. Weet je wat trouwens ook wel grappig is? Die gast die stem deed van Thief 1, 2 en 3, dat die in Skyrim, The Elder Scrolls, ja. Dat hij daar de stem doet van die leider van de Thieves Guild. Dat is een goeie. Schoenmaker blijft bij je lijst. Ja, hij is gewoon een goede dief. Hij klinkt als een dief. Ja, zeker. Ja. Maar ze hebben nu dus die gasten van Assassin's Creed 2 genomen, volgens mij. Ezio? Ik dacht dat Nolan North was. Echt waar? Nolan North, ja, dat zal wel weer. Romano Orzani of zo heet hij. Zo heet Romano Orzani. Ja, nou, niet wat ik ervan gehoord heb, hij klopt wel oké, hoor. Het past bij het personage. Ik heb er niet echt van, dat klinkt niet. Oké. Okay. Het is een game met wel een hoge productiewaarde, maar meer daarover in een artikel van deze week. Ja, later deze week. We gaan niet verder. We gaan niet nu alles eruit trekken. Ja. Nee. Ik heb wel een soort gelijke game gespeeld als Thief. Daar kunnen we het over hebben. Oké, ga. Doe het eens. Dishonored. Ah ja. Daar ben ik een beetje mee bezig. Daar ben ik echt al maanden mee bezig. En ik weet niet hoe het komt, maar ik wil altijd heel erg de tijd nemen voor stealth games en zo. Want ik zou graag in die game een optie ook willen hebben van als ik betrapt word, dan wil ik gelijk game over hebben. Want er is niks irritanters dan dat je dan moet gaan vechten of zo. Weet je wel, je kan wel een beetje zwaard vechten en schieten en zo in die game, maar ik vind het veel leuker om gewoon de hele tijd ongezien te blijven. Dus het duurt heel lang voordat ik een level heb doorgespeeld. Maar die game, ja, die lijkt volgens mij best wel op Thief. Ik heb Thief nog nooit gespeeld. En ik denk velen met mij. En misschien mensen die wel Dishonored hebben gespeeld en dan naar die nieuwe game kijken, die denken van, het lijkt wel best op Dishonored. Dat zie je best wel veel inderdaad, maar dat is echt helemaal andersom. Dat hele steampunk, gotische stijltje wat Thief eigenlijk heeft neergezet, Dishonored heel erg veel geïnspireerd. Maar aan de andere kant, Dishonored is wel een heel stuk wilderiger en je zit veel meer grappige dingetjes in, zoals die ratten waar je dan die kan besturen en waar je erin kan knallen en alles. Ja, het verhaal van die game is dat het, zeg maar, in die stad, die Dunwall, geloof ik, die is getroffen door een soort, door de plaag. Of een hele bijzondere plaag, mensen worden er een soort zombies van, maar die plaag die wordt verspreid door ratten. Dus de hele stad zit echt vol met ratten. Dus soms loop je gewoon door een gaantje en dan komt er een hele vloedgolf van ratten zo aanrennen. En dan weet je ook van, ik moet even hoger gelegen zitten, want ze eten je ook op dan. Die ratten beginnen aan je tenen te knagen en zo. Je kan het soms ook gebruiken van, weet je, dan zet ik hier deze deur open en dan stromen al die ratten in de kamer binnen en dan worden alle bewakers zo opgegeten. En je ziet ze ook echt zo. Je ziet helemaal zo het vlees van ze af worden gehapt. En zouden uiteindelijk liggen er nog van die skeletjes. Dat is dan wel weer komisch. die game, ik weet niet in hoeverre Thief ook bovennatuurlijke shit heeft. Want Dishonored die zit er echt helemaal vol mee. Ja. Je hebt wel. Er zit wel iets in. Want de plot begint eigenlijk vrij normaal eigenlijk. Maar het in een van die trailers wat je te zien krijgt, dat Garrett zijn hulpje leerlingen Aaron probeert te redden en dat zij in iets blauws valt. Mm-hmm. Dat geeft zo'n soort kettingreactie waardoor een aantal dingen gebeuren later op. Okay. Ja, in Dishonored ben je ook zelf degene die allerlei magie heeft en zo. Van de meest gebruikte krachten in die game is Blink. Dat is eigenlijk gewoon een teleportatie. Dus dan kan je heel snel binnen seconden, zeg maar, zit je bovenop een gebouw met die kracht. Mm-hmm. En dat is ook de kracht die ik het leukste vind om te gebruiken, omdat
Het voelt eigenlijk een beetje als vals spelen. Zo, zo vet is het. Zoveel kan je ermee eigenlijk. Ja. Dat is niet... ook een van mijn favoriete dingen in Fable. In die eerste had je zo'n Assassin's Rush. Kun je ook gewoon kon je een mannetje selecteren en dan op die kracht activeren en dan stond je achter hem. Ja, dat zoiets is het. Ja, je kan het ook in een midden word je betrapt of zit je midden in een gevecht. Dan kan je dan ook in een seconde sta je achter hem. Of zit je boven op het dak en dan zijn ze je kwijt. Ja. Dat soort dingen. Dat zijn van de leukere krachten van die game. En je hebt ook, je kan een rat bezitten. Je kan hem worden. Dus dan kan je ook door smalle gaantjes kruipen. En dan verander je weer terug. En dan sta je gewoon op de plek waar die rat stond. Gekhuis. Gekhuis, dat is het vage shit, joh. Trouwens, over Fable gesproken, hè? Ga je die trilogie kopen, Jules? Ik heb ze allemaal. ik heb een Fable Anniversary. Die heb ik wel besteld. Bol.com ook zo'n mooie special edition guide. Want ik wil het gewoon helemaal compleet hebben. Maar ik heb Fable 3 toen op Xbox Live Gold met die free games of dan ook. Heb ik die al gehad. En deel 2 die is... Ik weet niet, ik hoef ze niet als trilogie nog te gaan kopen op Xbox Live. Omdat ik ze eigenlijk al heb op de Xbox. Dus, maar ik kijk wel heel erg uit naar Anniversary. Ik heb er echt heel veel zin in. Zit er bij die trilogie niet die downloadable game en die game dat je een paard bestuurt? Ja, je klopt. Zit er niet bij, of wel? Nee, het gaat echt gewoon om de hoofddelen. Je hebt die andere twee, dat waren Fable Heroes. Dat was zo'n lappenpoppen game waar je door zo'n omgeving heen rent. Die was niet super bijzonder. En daarna had je dus Fable The Journey, was een Kinect game. En die was op zich wel vet. Die was oké, toch? Ja. Die was, ik denk dat eigenlijk, dat is denk ik wel de beste pure Kinect game die er gemaakt is tot nu toe. Want echt het dat werk... is ook niet zo moeilijk, hè? Nou, blijkbaar wel. Want er is dus maar één. Inderdaad, er is maar één iemand die het heeft aangedurfd om echt een game te maken met Kinect die meer is dan alleen maar minigames. Maar heel simpele controls en eigenlijk het idee van je bent paardrijden en als je snel wil gaan dan moet je gewoon vaker zo bewegen en spreuken afvuren is gewoon je rechter of linkerhand omhoog houden en dan die kant op schieten waar je denkt oké, daar moet ik naartoe. En dat vindt hij eigenlijk best wel goed eigenlijk, die Kinect. Die sensor, en dat is nog met de oude Kinect, hè? Dat is de Kinect 1, die voor de 360. Nou, ik heb volgens mij al een paar keer eerder gezegd, bijvoorbeeld een programmeervriend van mij, die hebben op zijn opleiding geprobeerd te kloten, die hebben dan gewoon een piano gesimuleerd met Kinect, met die oude. En die kon gewoon dus individuele vingers vinden en ook daarmee dingen registreren. Dus hoe moeilijk het blijkbaar is echt, ligt denk ik bij die softwarefiguren, niet bij de hardware. Die hardware is veel sterker dan wat eruit gehaald wordt. Ja, dus, blijkbaar. Ja, maar... Fable The Journey, daar werkt in ieder geval stukken beter in dan de meeste games. En die was ook nog gewoon leuk om te spelen als Fable game. Dus had weer al die humor, leuke stijl. En dat was ook de eerste Fable game waar de Unreal Engine bij gebruikt werd. En dat zie je nu bij Anniversary, is dan de tweede Fable game met die engine. En dan zie je ook echt wat ze er allemaal niet mee kunnen doen. Het ziet er zo tof uit. Ik ben echt heel benieuwd hoe om daar door die wereld heen te lopen. Hoe dat daar wat voor nieuwe dingen zitten erin dan? Nou, het is een complete remastering van de originele game. Dus ze hebben eigenlijk gewoon... zie je het een beetje als Halo Anniversary. Dus je hebt gewoon het geraamte van die game qua gameplay. En sommige animaties en dergelijke zijn allemaal nog hetzelfde. Maar je hebt alles is nu aangekleed. De countermodels zijn geüpdate. Je hebt alle wapens zijn nu getekend. Kleding. Ze hebben... De user interface helemaal veranderd, want die was echt rotzooi, was heel langzaam, heel traag. Het save systeem is veranderd. De laadtijden zijn nu echt maar alleen maar dit. En dat zal heel veel mensen heel blij maken. Want dat was een van de dingen waar Fable toen echt gewoon berucht om was. Want het duurt zo lang om van de ene regio naar de andere te gaan. Ja, zeker. Dus dat is wel... Dat muziekje altijd wel fijn als je moest wachten. Ja, dat klopt. Dus dat is wel... dat is ook wel mooi. Dat was verder nog wel, ja, je hebt lichteffecten die natuurlijk verbeterd zijn. En, Gebruik jij trouwens in die Fable games die guideline? Dat witte licht, weet je wel? Ja, die broodkruimtjes. Dat is in 2 en 3. Nee, dat heb ik zo snel mogelijk uitgezet.
Oké. Okay. Ja, ik heb het volgens mij natuurlijk twee spelen heb ik dat wel gebruikt, maar het voelde wel een beetje. Nee, ik vond het wel storend op een gegeven moment. Dacht ik, ga ik even iets anders doen en dan is de hele tijd die lijn in mijn zicht die me vertelt wat ik eigenlijk zou moeten doen nu. Weet je wel? Het begon wel een beetje irritant te worden. Die games zijn eigenlijk gewoon veel makkelijk gemaakt. Veel te makkelijk gemaakt. Ja. Ja. Kijk, Dead Space heeft eenzelfde soort systeem. Maar dan moet je wel echt een knop indrukken. Van als je de linker stick dan indrukt, dan krijg je zo'n lijn zo over de vloer rijden. Maar hebben ze dat bij Thief, die nieuwe, hè? Daar zit toch ook zoiets in? Mag je dat niet zeggen? Nee, ik moet even nadenken. Mag geen uitspraak over doen, sorry. Nee, ik heb de laatste week ook heel veel aan het lezen geweest over die game. Dus ik zie wat andere mensen over gezegd hebben. Je hebt er wel dingen lichten op, weet je wel. Je kunt ook focus gebruiken. En dan lichten bijvoorbeeld bepaalde dingen die interactief zijn, die lichten dan blauw op. Dus dan krijg je zo van, oké, dan gebruik ik gezondheid. Sorry. Nee, maakt niet uit. Ik was niet hard of zo, dus ik denk dat de luisteraar... Dingen lichten blauw op? Ja. Of gewoon glimmen, zo weet je wel. Iets dat te jatten is, dat kan dan opglimmen. Oké. Okay. Dat is ook weer iets wat je uit kan zetten. Dus... Ja. Goed dat die optie er sowieso is. Ja. Wat nu ik over nadenk, nog zo'n game die ik heb gespeeld, die ook wel een beetje laat, die ook wel wat opties geeft in moeilijkheidsgraad, dat is Fire Emblem, The Awakening. Dat is die voor de Fire Emblem voor de 3DS. Voordat je zeg maar begint, kan je ook kiezen van, nou, normal of hard heb je dan. En dan kan je ook nog kiezen of je classic doet, of gewoon ja, de nieuwe versie. En classic is dan dat je als een personage doodgaat tijdens een gevecht, dan is hij ook echt dood. Komt hij niet meer terug. Ja. Ja. En je hebt dan ook zo'n andere speelstand, dus dan is het net zo moeilijk. Maar als er iemand sneuvelt, dan zijn ze het volgende gevecht gewoon weer bij. Maar zo speel ik de game natuurlijk niet. Nee, nee. Nee, nee. Ik reset af en toe wel hoor. Dat ben ik wel eerlijk in. Nee, maar is het nu ook zo'n game als je daar... tegen het einde aankomt en je ziet, oh shit, mijn team is gewoon veel te zwak. Ik heb een fout gemaakt 30 uur geleden dat je dan opnieuw moet beginnen. Nee, dat is het juist helemaal niet. Want in het begin vond ik die game dus heel erg lastig. Want ik had het gevoel dat mijn vijanden veel sterker waren en dat ze veel meer zetten konden doen. Weet je, ze konden gewoon sneller over de map heen komen. Dus toen ben ik een beetje gaan grinden. Want ik dacht, nou ja, ik maak geen kans tegen dit gevecht. Want er zitten allemaal gasten op van die vliegende draken en Pegasusbeesten en noem maar allemaal op. En mijn team, ja, kan echt 3 stappen zetten. En dan zijn ze weer uitgeput. Dus dan kunnen ze niet meer verder. Dus toen ben ik een beetje gaan grinden. Want die game die geeft gewoon de optie daarvoor. Er zijn gewoon af en toe verschillende soorten wezens op de map. En dat hoort bij elke RPG, hè? Ja, dan vecht je in een oude arena, zeg maar, dan... Neem je dan weer een oude map die je al een keer hebt gespeeld, en neem je het weer op tegen een andere vijanden. Dus dat heb ik dan echt een paar keer gedaan. En toen, vanaf dat moment, was ik eigenlijk de hele tijd sterker dan mijn tegenstanders. Ik ben nu bij de één na laatste missie, geloof ik. En het is eigenlijk best wel makkelijk. Ik moet nog wel oppassen. Het is niet van dat ik, als ik... Sommige units, die zijn gewoon wat zwakker, weet je wel. Die kunnen wel heel veel schade uitdelen, maar die... Als ze getroffen worden door een pijl, dan zijn ze in één keer dood, weet je wel. Dus ik wil nog wel eens iets te gedurfd spelen en dan meteen alles maar naar voren doen. En dan worden ze nog wel gedood soms en dan herstart ik maar even snel. Maar over het algemeen is de laatste helft van de game veel makkelijker dan de eerste. Omdat je gewoon, ja, je bent op een gegeven moment word je gewoon veel sterker. En dan, ik heb ook heel veel units, dus sorry hoor, ik ben een beetje verkouden, hè. Ineens. Ineens, ja, sinds hij niet. Ik heb ook heel veel units, want als je dus. Die game heeft een soort relatiesysteem. En als dan twee units heel vaak naast elkaar vechten en dan een vijand verslaan, dan groeit een band. Mm-hmm. En als het dan een mannetje en een vrouwtje zijn, nou, dan kunnen ze uiteindelijk kinderen baren. Nee, echt niet. Echt wel. Echt wel. Ja, het grappige is, de game lost het op echt een hele geinige manier op. Dat idee van, ja, je hebt dan een kind. En dat duurt het natuurlijk al 20 jaar voordat ze echt iets kunnen. Want je kind komt zeg maar uit de toekomst dan. Naar die tijd. Want er is een heel ding met tijdreizen en shit aan de hand in het verhaal.
Dus zodra een personage zwanger is, komt haar kind uit de toekomst. Maar dat is, dat is dan zodra ook... ze getrouwd zijn, zodra ze iets met elkaar krijgen, dan krijg je hem. Dan opent zich een zijmissie op de map. En dan kun je daar naartoe gaan en dan kan je daar je kind ophalen, zeg maar. En dan heeft het kind soms ook van heel treurige verhalen, zo van ja, toen ik 5 was, stierf jij. En, ja, inderdaad. Ja, dat soort verhalen zijn het inderdaad allemaal. Ja. Maar wordt het dan ook een unit van je... Ja, die komt erbij je dan. En vaak is het zo van, oh ja, nou, ik heb 2 tovenaars bij elkaar, die hebben een kindje gemaakt. En dan komt er echt een gruwelijke dark mage komt eruit. Ja. Je moet dan nog een beetje denken van, oké, wie zou een goed koppel vormen? Weet je wel, wat voor kind krijg ik daaruit? En die kan je weer met iemand anders laten paren. Ja, ik weet niet of die kinderen ook weer met elkaar kunnen. Dat of met zijn moeder. Eigenlijk. Ja, ik had wel iets gehoord van, ja, je kon een neef en een nicht of zo met elkaar laten doen. Dat ze dan een kind kregen. En dan kreeg je een monster. Ja. Ik kreeg een gehandicapt. Gehandicapte Judith. Nee, er is wel één... er is één eenheid, die krijg je in het begin. Dat is echt een klein jongetje met een pan op zijn hoofd. En die is heel erg zwak. En die heb ik eigenlijk niet zo heel veel gebruikt. Maar nu las ik dus... Als je die de hele tijd meeneemt, ja, dat die gast wordt echt een tank. Met hem in zijn eentje kan je dan heel de laatste 5 levels of zo kan je uitspelen. Vet. Ja. Nice. Maar dat ben ik dus vergeten te doen, dus hij is nog steeds level 5 of zo bij mij. Toen vind ik het denken aan een van de achievements van de nieuwe Fable. Dus dat gewoon iemand met een koekenpan gaat slaan. Ik heb hem eigenlijk. Ja, in Fire Emblem heb je ook allemaal maffe wapens. Bijvoorbeeld kan een soeplepel of zo, kan je ook gebruiken. Ja, ik heb één unit die, zeg maar, je hebt ook levels van... De soeplepel level 40. Ja, die soeplepel level 40. Soeplepel level 40. Maar units hebben dus, zeg maar, ook een ranking voor hun wapens. Dus als je level D bent, dan kan je nog niet de beste zwaarde vasthouden. Hm. En die unit die is, zeg maar, heel slecht met bijlen nog. Dus het enige wat ze vast kan houden is een soeplepel. Ja, je moet wat, hè? Ja, je moet onderaan beginnen. En het is dan heel grappig, want dan vechten ze samen tegen één unit en dan komt er gast met een zwaard en die doet dan 30 damage. En dan komt zij met de soeplepel aan en dan 0. Ja. Dat soort shit. Nice. Je hebt er niet zo heel veel aan, maar het ziet er wel grappig uit. En dat is een erg toffe game. Fire Emblem. Strategie. Een beetje rest? Traag af en toe. En voor de rest, wat ik verder nog heb gespeeld? Dishonored, Fire Emblem. Ja, Dishonored, Fire Emblem, dat was het eigenlijk wel. Niet meer op je Vita. Ja, Rayman Legends. Ik heb hem uitgespeeld. En? Ja, is een leuk game. Nu moet ik nog alle lumps gaan halen, weet je. Heb je hem singleplayer gespeeld? Ja. Nou, ik trek dat echt niet bij die Rayman games, om hem in mijn eentje te gaan spelen. Hoezo? Echt niet? Ik vind gewoon niks aan. Het is gewoon echt een multiplayer game voor mij. Ja, ik vind het te chaotisch met multiplayer. Dan loopt iedereen er doorheen te springen en dan blijven mensen achter en zo. Ja, dat vind ik wel redelijk snel. Ja. Dat had je ook bij die nieuwe Super Mario Bros. Voor de Wii. Ja. Dat was dat de eerste dat je echt met z'n vieren kon spelen. Nou, dat ging ik dan wel eens doen met mijn vrienden. Dat was echt chaos. Niet normaal. En dan kon je ook zo hard fokken de hele tijd. Ja, maar je moet wel net zo even die serieus spelen, hè? Oh, ja, dat is niet te doen met mijn vrienden, hoor. Die gaan echt de eerste beste kans die ze hebben om iemand dood te maken. Weet je wel. Springt er iemand met een laag sprontje over een ravijn heen, dan springt iemand meteen weer van bovenop, weet je wel. Ja. Als je op iemands hoofd springt, dan vallen ze naar beneden. Je kan elkaar ook oppakken in die game. Ja, moet je wegsmeten en zo. Dan kan je elkaar weggooien van, hier, ga maar even hier, daar is een vuurbal. Ja. Oké, cool. Ja, ga even een bad met lava zwemmen, doe je best. Ja. En dat is een soort... In Rayman kan je elkaar natuurlijk slaan de hele tijd. Ja, je kan elkaar dat het mappen volgens mij. Ja, er is ook een soort zelfmoordknop in die Mario. Als je dan op A drukt, dan ga je in de bel. Ja. Als je doodgaat, dan kom je ook terug in de bel. En dan moet iemand tegen de bel aanspringen en dan kom je weer vrij. Dus dan waren we dat aan het spelen. Dan ging je iemand dood. Laten we hem op A drukken. En dan was het game over, weet je wel. Want iedereen zat dan in een bel. Dan moest het hele level weer opnieuw doen. Dus ik speel het liever alleen. Ja. Ja. Dat is mijn motivatie daarvoor. Okay. Ja. Ja, en Vita verder. Ja, elke keer als ik hem opstart, dan zweeft mijn vinger, want het is een touchscherm, zweeft hij even boven Persona 4. En dan doe ik het toch niet. Dus ik moet... Nog geen seconde.
Ik heb nog geen seconde gespeeld. Ik heb wel dat hij zo automatisch update gedaan. Dus als het goed is, hoef ik niet te wachten op een patch of zo. Wauw. Ja. Dus het moment gaat een keer komen dat ik Persona 4 ga spelen. Hebben jullie dat automatische update ook gewoon over op je laptop staan ondertussen, je iPhone of zo? Ja, maar mijn PlayStation 3 doet het zelfs ook. Als je PlayStation Plus hebt, kan je dat doen. Ja, alles. Ja, dus gaat hij tussen 10 en 11 uur 's ochtends start hij altijd bij mij op. Mm-hmm. En dan gaat hij met trophies synken. Zorgen dat je daar niet op te wachten hoeft als je naar je trophies wil kijken. En dan gaat hij updates downloaden en zo. Ja, ik vind het handig, maar anders voel ik het niet zo leuk meer. Ik vond het wel cool, van, oh, dat is een nieuwe update voor dit of dat. En nu is het helemaal anders. En dan ik stel hem altijd heel lang uit. Het updaten? Ja, ik doe altijd een uurtje later en dan nog een uurtje later. Op die manier. Later. Op mijn telefoon gaat het nu ook automatisch. Ja. Apps updaten en zo. Dan start ik een app op en is die ineens anders. En vorige week met de NS-app had ik dat. Anders kon ik dat het nieuwe was en nu is die er al. Oh. Ja, ik weet niet wat ik daarvan vind. Ik vond het ook altijd wel leuk van als ik er 30 had of zo en dan allemaal tegelijk. Ja, dat doe ik soms. Wel wat hebben, ja. Zo van die kleine dingen. Alles wordt makkelijker gemaakt. Ja, dan wordt het makkelijker gemaakt, maar je verliest ook wel een heleboel. Ja. Het plezier van update. In die simpel. Ik ga terug, waar ik daar zoveel lol uit haal, uit updaten. Ja, gewoon even alles updaten. Ja, dat is echt lekker. Dan ligt hij in de oplader, weet je wel, was hij bijna leeg en dan, alles updaten. Oh, ja. Lekker. Ja, toch? Ja, uitgang. Ik vind het wel wat hebben. Zeker, zeker. Maar dit wordt toch jouw tweede JRPG ooit, Persona? Ja, Chrono Trigger was de eerste. En dan moet dit de tweede worden, ja. Vandaar dat je het zo lang uitstelt. Sommige games... Die heb ik dan al heel lang liggen en dan kijk ik er alleen maar naar en denk van, ik ga jou een keer spelen. Maar ja, ik heb altijd moeite met beginnen. Want dat heb ik vorige week heb ik daar ook al een keer over gehad, geloof ik. Dat is gewoon lastig. Beginnen. Ja, als je van een game weet dat je er zoveel uren in moet gaan steken, dan is het inderdaad een beetje een hoge drempel van, ik weet niet, misschien moet ik van de week nog ergens naartoe of ik ga nog afgesproken. En, Ik moet nog naar buiten. Ja, dat is lastig. Ja, het is gewoon vooral van, ik wil wel echt de tijd voor maken. En er is niks vervelender dat je al een game al echt 15 uur hebt gespeeld. En dan komen ineens allemaal dingen tussen, weet je wel. En dan is het 2 weken later en dan moet je weer verder waar je gebleven was. En dan heb ik vaak zoiets van, oké, hoe werkt het allemaal ook weer? Oh, ja. Mm-hmm. Ik ben bijvoorbeeld laatst met die nieuwe Devil May Cry begonnen. Mm-hmm. Ja. En nu is het alweer 3 weken verder of zo. Ja, ik had het met Killer's Dead. Van, ik weet echt niet meer hoe... Die game is wel tamelijk ingewikkeld. Je hebt heel veel wapencombinaties en combo's en zo. Ik zou je echt niet meer kunnen vertellen hoe het allemaal werkt. Zou ik eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen. Ja, je moet opnieuw beginnen dan. Ja, daar heb ik daar ook weer geen zin in. Want dat heb ik al gespeeld. Nou, ik heb ook heel veel games die ik dan gewoon... in 1 weekend uitspeel of zo. Mm-hmm. Zal dan gewoon even zitten en er doorheen jagen. Ik wilde dat laatst ook met Ni no Kuni proberen. Ja. Maar die game is echt 40 uur lang of zo. Ja. Hoe ver ben je gekomen? Volgens mij heb ik iets van 50 uur gespeeld bijna. Oké. Okay. Toch wel. Gewoon doorgegaan. In een weekend? tot en met woensdag doorgegaan of zo. Oké. Okay. Maar wel echt achter elkaar. Oh, heb je hem wel uitgespeeld al? Of is het niet uitgekomen? Ja. Oké. Okay. Alweer een tijdje geleden. Ja. Dat is wel vet hoor. Ik vind dat spreekt me wel aan in die Japanse RPG's, dat ze zo lang zijn dat je echt helemaal in zit en zo. Ja. Vind ik wel weer vet van, ja, het enige waar ik mee bezig ben is dan Persona. Is maar cool. Kan je Persona dan niet gewoon onderweg spelen? Gebruik je Vita wel. Nooit onderweg? Nee, eigenlijk niet. Ik ga niet zo heel vaak meer met de trein en zo. Maar misschien moet ik dat gaan doen. Nee, ik heb geen studenten overheen meer, nee. Misschien kan ik dan wel dat... Vita heeft ook zo'n soort streetpass-achtig ding. Misschien kan ik dat een keer gebruiken dan. Misschien kom ik wel iemand tegen met een Vita. Vrienden. Ja. Ik heb nog nooit iemand met een Vita gezien. Niet openbaar. 3DS best wel vaak, maar... Ja. Ja, oh, dat was toevallig... het lezen een stuk in Games, de magazine of wat dan ook. Met een Z? Nee, met een S. Games TM? Games TM. Ja, dat Britse magazine. Die hadden een stuk over gewoon over Next Gen nu en keek van hoeveel het verschil was tussen
games van de vorige generatie, consoles van de vorige generatie, in hoeveel die verkocht waren in vergelijking met die van nu. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die launch van de Xbox One, die al sowieso twee keer zoveel als wat de vorige Xbox had. Maar als je kijkt naar de PlayStation Portable, die verkocht ongeveer 160.000 units in de eerste week. Terwijl de PlayStation Vita, die had nog niet eens de helft ervan. Nee. Nee, hetzelfde verhaal met de Wii U natuurlijk nu een beetje. Ja, ook die. En die 3DS dan? Ja, de 3DS ook minder. Ja. Minder dan de DS in ieder geval, maar niet slecht. Ja. Dat is maar het is ook moeilijk, hè? Het is moeilijk. Toen de DS en de PlayStation Portable uitkwam, toen hadden we nog... Nog? Ja. Ik doe even weg, Thijs. Of Thijs is gewoon helemaal weggevallen. Nee, toch? Ja, ik ben er weer. Ja, je bent er weer. Ja, ik stelde even tegen mijn laptop aan en toen viel de internetkabel eraan. Oh. Nou ja, dat, wat ik zei, toen in de tijd van de DS en de PlayStation Portable, toen hadden we nog geen iPhones en Androids en zo. Dat was gewoon een andere tijd. Ja. Mm-hmm. Ja, maar speel je dan veel dingen op je iPhone? Nee. Nee, absoluut niet. Ik probeer het wel eens, maar ik weet niet wat het is. Ik wil toch wel graag knoppen hebben of zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat was ook weer die nieuwste chip wat Nvidia had aangekondigd? Dat ding moet dan net zo sterk zo zijn als een next-gen console. Hm? Ja, dat heb ik ook gelezen. En dat gaat dan in een telefoon of zo. Ja, dan heb je nog steeds geen knoppen, dus ja. Ja, dan heb je al die krachten. Ik weet niet de graphic die mee in de weg zit of zo. Hoor. En sommige games werken wel, want ik heb die... Wat zal hij gaan zeggen? Dit is dus een opbouw, een spanningsboog dit. We hebben twee Thijs's. Thijs's crisis is dit. Thijs, nu kan je tegen jezelf praten. Ja, ik zie mezelf, maar hij praat niet gelukkig. Ik weet niet wat aan de hand is, jongens. Ik ben heel bang dat ik weer tegen mijn laptop aanstoot. Waar hadden we het ook weer over? Ja, dat over een game. Iets met een J. Oh, ja. Ghost Trick. Die DS game, die heb ik op mijn iPhone gespeeld. En dat werkt wel goed eigenlijk. Die game heeft helemaal geen knoppen nodig. Ja, klopt. Dat heb ik ook gespeeld. En ik heb ook... Nou, dat is weer een heel ander... Een Chrono Trigger. Mm-hmm. Kocht voor de iPhone, maar dat werkt voor geen meter. Dat is echt verschrikkelijk. Nee, sowieso al die RPG's werken meter op de iPhone. Ik heb op een gegeven moment 2 nog gespeeld op de iPhone. Dat was ook wel... Het werkte maar half. Want je dan dus heb je van die touch controls, man. Ik vind dat helemaal niks. Je had gewoon springen en schieten. Oké, prima, dat had 2 knoppen voor, maar alleen zo had je zo'n pookje, wat dan gesimuleerd werd. Dat werkt dan weer echt voor geen fucking meter. Nee, daar moeten ze niet van hebben, van dat soort games. Nee. Je hebt ook Phoenix Wright op mijn iPhone, denk ik, daar heb ik nog net van. Ja, dat kan best wel werken volgens mij. Ja. Heel veel tekst en een beetje point and click af en toe. En dat lijkt me heel erg leuk, want daar kun je ook niet echt virtual reality, maar zo augmented reality. Dat is dan, misschien als je door een camera heen aan het kijken bent met je cameraatje ergens daar, je aanwijzingen kan vinden en dat soort grapjes. Ja. Sporen in je eigen kamer van een moord vinden. Ja. En dan moet je eigen bed gooien en zo, als je denkt, daaronder ligt het. Dat is een goed idee, ja, voor de volgende Phoenix Wright. Ja. Stuur het even op. Stuur het, naar Capcom. Ik copyright het ook even snel, anders kan mensen er geld aan verdienen. Mm-hmm. Behalve. Jongens, ik heb slecht nieuws trouwens. Slecht nieuws? Er zijn weer geen kijkersvragen deze week. Jawel, toch? Er was er eentje. Jawel. Ja, dan was iemand, volgens mij, minstens één iemand heeft een vraag gesteld. Oké, dan ga ik nog even goed kijken, want ik keek net en toen zag ik niks. Dus... Hebben jullie trouwens Alien Isolation gezien? Die nieuwe game? Nee. Ja. Die nieuwe Alien game. Die wordt echt vet volgens mij, joh. Ja, eindelijk een Alien game. Niet een Aliens game, maar een Alien game. Ja, jouw favoriete, die stond bij jou in je top 10, Alien. Ja, inderdaad, op het forum inderdaad, van die film top 10. Alien is een van mijn favoriete films, inderdaad. Ja, ik heb ze laatst ook alle 3 gekeken. Inderdaad, die 4 telt niet mee. Goed zo. Ja. maar die Alien Isolation game, die wordt dus gewoon precies in het jaren 70 steltje helemaal. Het is echt fantastisch, volgens mij.
Ja, dat... die eerste film, die eerste twee films zien er zoveel beter uit dan die derde. Ja, helemaal de special effects, hè. En die derde hebben ze echt van je begin 2000, die film komt uit 97 jaren 90 was ja, die. Ja, eind jaren 90 special effects. Nou, die alien ziet er echt uit af en toe alsof je uit een PlayStation 1 komt. Het is zo raar, want je hebt dus, als je shots hebt van als het nog zo'n animatronic is het echt geweldig. Ja, super zoveel, zoveel detail in hoe al die dingen in zijn gezicht en in zijn bek bewegen, maar zodra dat je hem weer rondrennen ergens, denk je van, Maar in de nieuwe alien game, dan proberen ze ook precies al die technieken die ze toen gebruikt hebben, dus in die game toe te passen, zeg maar. Dus geen gekke moderne foefjes of zo. Nee. Mm-hmm. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want hebben ze nou ook al beloofd dat er maar één alien op dat schip zit? Ik denk het wel. Ik denk dat ook het hele idee is. Als je ook kijkt naar die gameplaybeelden wat er zijn, of de ene trailer of een screenshot, zag je ook voor heel veel dingen die echt precies uit de eerste alien film komen. Ook al is dit het verhaal van de dochter van Ripley en niet van Ripley zelf. Maar dan heb je ook gewoon die eetkamer waar iedereen dan zit en dan al één grote rotzooi. Dus het lijkt me wel dat het gewoon een idee is. Dus ja, het schip is volgens mij echt bijna hetzelfde ook, hè? Ja, voor mij is het gewoon één crewmember die infecten draagt en dan... Ja, die pecht, er is één alien en die vreet de rest op en dan ben jij daar alleen. Ja, ik ben wel benieuwd hoe lang dat leuk blijft, zeg maar. Dat er maar één vijand is. Ja, kijk, dat je de hele tijd moet wegrennen en je verstoppen. Ja. Kijk naar Amnesia, dat hou je toch... Ja, maar die heeft allemaal rare effecten en zo, en er gebeuren allemaal andere dingen in. Het is niet altijd één ding, toch, in Amnesia? Nee, oké, dat klopt. Er gebeuren heel veel verschillende dingen, maar is één... Het idee is juist dat, volgens mij, dat die alien die op het schip zit, dat die elke keer zoiets geks kan doen, zeg maar. Dat hij zo'n goede kunstmatige intelligentie heeft, dat je elke speelsessie gewoon iets totaal anders kan meemaken. Ja, want die onthoudt heel erg wat jij doet. Als je meer verstopt op bepaalde plekken, dan weet je waar hij moet kijken en zo. En zelf kan hij ze ook heel goed verstoppen. Want bijvoorbeeld, die kan bijvoorbeeld... Ja, het klinkt een beetje raar, maar... Bijvoorbeeld, dat zag je in de eerste film. Als Ripley op het einde in dat aparte schip zit en dan grijpt ze ergens naar of zo. En dan heeft ze niet door dat die alien dan zijn hoofd lijkt op een van die pijpen waar in de muur zit. Ja. Dat soort grapjes. Dat is wel... Die film is super tof, maar in die scène merk je wel heel erg dat het een man in een pak is. Je ziet echt net de rits niet zitten. Dat heeft het tweede deel toch wat minder. Ja, dat is de charme wel ervan, hè? Ja, dat is wel de charme ervan, jazeker, ja. Het is vooral heel erg van, je ziet hem heel weinig eigenlijk, en daardoor wordt hij alleen maar enger. Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat is goede horror, vind ik. Als je gewoon... Ja, hetzelfde met Jaws natuurlijk een beetje. Deze kloostervraag... schiet me een hele stomme grap binnen, maar ik wil hem even doen. Ja, doe. Dus, hoe weet je dat er een homofiele haai achter je aan zit? Ik heb geen idee. Ik weet niet. Jaws is toch in jouw top 10, hè? Ja, ik ben. Jaws is echt fantastisch, hè. Schitterend. Hey, John Williams. De kloostervraag, die is van Galaxy Samurai, en die vraagt... Als de Xbox One in Nederland gereleased gaat worden, hoe denken jullie dan dat de verkopers dan zijn? Heeft de console zijn momentum niet al een beetje verloren tegen die tijd? En vanuitgaande dat hij najaar 2014 zal uitkomen. Wat denken jullie? Nou, ik denk dat als hij in het najaar uitkomt, dat hij nog best goed gaat verkopen. Je hebt er sowieso denk ik, een hele rits games die dan direct kan gaan spelen. Ja. Dus je hebt meer keuze. Het is echt... Als je kijkt naar de releases de komende tijd voor de PS4 en de Xbox One, dan maakt het niet uit wanneer die gereleased gaat worden. Nee. Nee, als hij echt pas in het najaar van 2014 uit zou komen, dat zou ik wel heftig vinden, hoor, dat het zo lang duurt. Ja. Dat er echt geen jaar verschil in zit. Maar aan de andere kant, kijk, als hij dan pas uitkomt, dan heb je wel games om op te spelen, weet je. En ook nog best wel goede waarschijnlijk. Ja. Dan is Titanfall al uit, en wie weet wat nog meer allemaal. Watch Dogs. Watch Dogs, Steve heb je dan ook. Halo, die komt dan ook. Als het goed is, ja. Ja, dus... Wat dat betreft, bedoel, je hebt op andere plekken die er al lang uit is en dat mensen er al heel lang mee in spelen zijn. Maar aan de andere kant, er is ook zoveel tijd dat ze dingen kunnen fixen, kunnen aanpassen. Dus misschien als wij daar die launch zien, dan is het wel echt de launch die ze eigenlijk zou willen zien.
Ja, ja, zoals hij zou moeten zijn, ja, met alle functies, dat die ook allemaal goed werken en het party systeem goed is en het, dingen aan de interface zijn veranderd. Ja, er is nogal wat mis op zich. Ja. Dus ja, dat heeft ook zijn voordeel. Maar aan de andere kant heb ik ook wel zoiets van, ja, dat heb ik nu al van, ja, hoe zit het met die Xbox, weet je wel? Hij zit er gewoon een beetje tussenin. Van, hij is half uit, heel veel mensen hebben hem al. Die zijn gewoon even naar Duitsland gegaan. Nou ja, dat valt nog mee volgens mij. Ja, dat is het gevoel dat ik een beetje heb erbij. Van, hij is er al half, maar je moet alleen wat meer moeite doen. Ik vind het alleen irritant. Ik lees best wel veel magazines de laatste tijd. En dan heb je continu die verhalen over de Xbox. Het zijn al Amerikaanse of Engelse magazines. En dan heb je allemaal dus, Xbox One dit hebben we al gezien. En hij is al uit. En Next Gen is nu bezig en zo. En ik heb zoiets van, ja, een paar kilometer verderop inderdaad, maar... Hier nog niet, nee. Nee, ja, het is niet alsof je nu makkelijk een PlayStation 4 kan krijgen, geloof ik. Maar die zijn ook nog. Nee, ook niet. Nee, tot mei vinden. Of zo. Ja, ik keek vanochtend nog even op bol.com. Stond er dat het 12 weken duurt. Dat ze weer een nieuwe lading binnenkrijgen. Dat is toch belachelijk. Ja. En dan is de vraag of dat ook niet kunstmatig is, dat tekort. Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, misschien krijgen andere landen voorrang. Ja, dat klopt. Kun je zien. Of die idee. Toen die allebei de consoles sinds uitkwamen, hadden Sony en Microsoft heel erg ingezet. En willen zoveel mogelijk verkopen. Dus we zorgen ook dat we genoeg consoles gemaakt hebben. Mm-hmm. En dat zag je ook. Die dingen vlogen ook eruit. En ze hebben heel veel verkocht. Dus... Het is jammer dat het alleen niet naar alle landen gaan, niet naar alle landen komt waar die uit zou komen. Hey, als jullie een gokje zouden doen, wanneer denken jullie dat die Xbox One in Nederland uitkomt? Mei. Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook, ja. Ik denk ook dat het voorjaar wordt, niet najaar. Nee, ik denk dat zou te lang zijn. Het is wel een beetje jammer dat Titanfall dan al een paar maanden uit is. Ja, dat zou... Nou ja. Moet je vooral tegen andere Nederlanders gaan spelen. En dan wat minder goed nog. Ja, nou, aan de andere kant, wij hebben natuurlijk wel twee Xbox One's op kantoor staan. Ze kunnen nog stiekem eventjes daar naartoe. Ja, wij hebben niks te klagen, nee. Maar voor als je er echt eentje thuis wil hebben, is het natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, je kan ook nog een Wii U kopen. Ja, die heeft natuurlijk ook eindelijk vette games. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wil best graag een Wii U hebben. Ik wacht alleen nog even. Ja, ik vind hem nog te duur, zeg maar. Ja, waar wacht je op? Op de price drop. Ik wacht op de price drop. Echt de gruwelijke price drop. Ik weet ook, hoor. Weet je nog dat de GameCube €99 werd? Nee, dat weet ik niet. Daar heb ik ook heel lang op gewacht. En dat was een goede keus. Ja, als je niet daar een paar weken geleden in België of zo, is een hele grote price drop voor de Wii U. Ja. Voor mij was het €99 ook, geloof ik. Ja! In de mediamarkt in België ergens, ja, heel random was het. Het arme personeel, die had het helemaal niet meegekregen of zo. Dus die hele winkel stond ineens propvol met mensen die allemaal Wii U hadden. Ja! Nee, ze hadden er maar 20 of zo. Ja, ze hadden echt heel weinig. Ja, het stelde niks voor. Oh, wauw! Ja. Maar als dat het begin is, weet je dan, hoeft er maar één schaap over. Oh, wel dan. De volgende vast meer. Dus ja, €99 voor een Wii U, yes. Jazeker. Nou, weet je wat ik altijd zo vervelend aan die Wii U vind? Nou. Dat ik toch met meerdere mensen op wil spelen, dat ik dan meteen 4 controllers moet halen. Dan heb je niet nog Wii-controllers liggen? Ja, die kun je wel gebruiken. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Maar moet ze wel Wii Motion Plus en zo zijn, geloof ik. Ja, en die Pro-controller moet je kopen. Ja. Voorbij. Ja, het is wel meer dan €99 natuurlijk. Maar ja, als je niet vanzelf dingen speelt. Ja. Hey, ik stel voor dat we het laatste woord gaan doen. Dat we gaan deze podcast gaan afsluiten. Wie wil er nog iets kwijt? Wie wil nog iets zeggen? Ik wil zeggen dat ik... ik heb van de week ook Ted Timmons gesproken. Dat is de lead designer van Fable Anniversary. Yeah. Wat ik daar heel erg aan merkte, dat het hoofd van dat project, dat is een heel gepassioneerde gamer. En die ook heel erg actief is op de forums van Lionhead. Mm-hmm. En ik vind het heel erg tof om te zien, als er gewoon ontwerpers zijn, projectleiders bij games, die dan ook echt gewoon in de community staan, kijken wat zijn klachten, kijken wat zijn dingen die de community heel enthousiast maken, en dat ze daar dan ook
heel erg graag wat mee doen. En hij is heel lang even op een Fable 3 en Fable 3 heeft hij gewerkt. En daar was hij steeds. En je groeide een beetje in zijn rol. Bijvoorbeeld, was alleen bij de eerste Fable, allereerst was hij een playtester, toen was hij een quest designer. En zo is hij verder gegroeid dat hij echt helemaal zijn eigen project had. En nu heeft hij iets van, nou, ik zie dat er heel veel vraag is naar die en die functie. Dus die wil ik heel graag, nu eindelijk in de positie ben om er iets aan te doen, wil ik die ook heel graag erin gaan zetten. En dat is iets wat ik echt heel erg tof vind, en dat zou ik heel erg graag op meer plekken zien bij designers. Ik denk dat er ook al op meer plekken gebeurt. Maar bij hem, als ik echt gesproken heb, merk ik echt, die heeft heel veel passie voor zijn community, voor zijn fans, voor gamers. Omdat hij zelf ook een gigantische gamer is, die echt een hele grote collectie heeft ook, met allerlei gamers, ook Mario en Zelda. En, dus, ja, een echte gamer. Die ook nog games maakt. Die games maakt, ja. Ja, dat is cool. Dat is zeker belangrijk. Ja, ik vraag me wel eens af hoeveel echt van die grote makers en zo echt hoeveel games ze zelf spelen. Ja. Als ik de kans krijg om iemand te interviewen die games maakt of wat weet ik veel, ja, dan vraag ik meestal ook wel even van, wat speel je zelf momenteel? En dan is het meestal dan altijd, ik heb veel te druk nu. Ja, Ted had het echt over, nou, hele december heeft hij vrijgenomen, een aantal vakantieweken had hij op. Dus die heeft daar Journey gespeeld, Brothers, die toffe game. Even kijken, nog iets. Super Mario, die 3D World heeft hij ook heel veel gespeeld. Mm-hmm. Dus nu is hij echt bezig met toffe nieuwe games die echt iets unieks doen. En daar zoekt hij naar en dat wil hij ook heel graag in zijn game stoppen. Ja, dat zie je dan ook. Hij ziet het wel trouwens steeds meer dat mensen zich echt met een community proberen te binden. Via forums en zo. Gewoon feedback vragen. Ja, dat past natuurlijk ook een beetje bij dat Kickstarter-verhaal. Ja, dat moet je wel. Ja. Ik denk dat ook Mass Effect 3 daar invloed op heeft gehad op die ontwikkeling. Dus kijk hoeveel woedende fans er wel niet waren toen en hoeveel die wel niet op forums en dan ja, op Facebook precies, hebben gedaan. Als je er niet op let, dan kan je zelf heel erg in de vingers snijden. Ja, ja. Dus ook weer meer beter voorkomen dan genezen. Ja, ik denk dat ze bij het vierde deel wel oppassen met dat soort dingen. Ja. Ik denk het wel. Ja, zeker weten. Weet je wel? Ik geloof het. Ja. En daarmee sluiten we deze aflevering af, jongens. Mooi. Tot volgende week maar weer. Ja, tot volgende week, Thijs. Ja, vond het leuk. Ja, was leuk dat je erbij was, David. Dag. Tot ziens. Tot de volgende keer. Doei.